Hey Pim, jij hebt een graphic novel gemaakt. Waar gaat Trema over? Ja, dat kun je denk ik het beste zelf achterkomen. Dat je dat moet uitleggen. Ja, is dat lastig? Ja. Het is ook een beetje wat je er zelf van maakt, denk ik. Het is een post-apocalyptisch verhaal. Zo wordt het in ieder geval in de markt gezet. Ja, dat visueel in dat straatje een beetje. Het is een surrealistische, post-apocalyptische wereld waar iemand doorheen trekt, een figuur. Ja. En dat is het zo'n beetje. En wie is de hoofdpersoon? Dat is een ruiter op zijn rijtuigdier. Op zijn rijtuigdier? Ja. En wat gebeurt er in het verhaal? Ik kan het nu niet verklappen. Oh, anders is het heel erg spoilerachtig. Ja, dat denk ik. Het is jouw eerste strip. Klopt. En je bent een illustrator van huis uit? Niet per se. Oké. Dat is wel mijn eerste strip. Wat ben je van huis uit? Altijd al met tekenen bezig geweest. Ik heb een opleiding in 3D en animatie gevolgd. Oké. En je maakt ook volgens mij storyboard-achtige dingen voor Raaphorst, zag ik. Voor Richard Raaphorst had je wat dingen gedaan. Ah, ja, wel een paar keer wat dingetjes voor gedaan, ja. Ja. Dus wat teken je doorgaans? Meestal toch wel een beetje de figuren die je in mijn stripverhaal ziet. Ja. Daar zie je ze verder uitgewerkt en op mijn schetsvellen. Weet je nou wat je gaat tekenen zodra dat pennetje op het papier gaat? Of komt het er gewoon uit als een soort stream of consciousness? Het laatste. Vaak. Ja. Als ik aan de strip zelf werk, dan denk ik het wel uit natuurlijk. Ja. Ik wil niet later in de knoop komen. Ben jij ook iemand die dan heel veel doodles maakt als je aan de telefoon zit met mensen of zo? Of gewoon op de bank zit bij Netflix of weet ik veel wat? Nou, eigenlijk altijd als er pen en papier in de buurt zit, dan kalk ik de hele boel onder. Ja. Tekenaar in hart en nieren eigenlijk. Ja, schetsen dan inderdaad vooral. Niet alles is dan even goed hoor. Het wisselt wel. Mm. Een soort verslaving. Ja. Ja, wel een gezonde verslaving op zich. Ja. Het zijn ergere. Ja, precies. En hoe ben je op Trema gekomen? Op de titel of op het verhaal zelf? Op het verhaal zelf. Hoe besluit je van de een op de andere dag van ik ga dit stripverhaal maken? Of ik ga een stripverhaal maken? Nou, het is niet van de een of andere dag natuurlijk. Het is jaren overheen gegaan dat het in je hoofd zit te broeien. En komt uiteraard vanuit de fascinatie voor eerst Don Lawrence natuurlijk. Wat als kind al veel indrukken op me had gemaakt. Later kwamen daar Möbius en Bilal bij. Ja. En vooral ook Paolo Serpieri heeft veel invloed op me gehad. Het verhaal komt nogal somber over. Ja. Je hebt heel veel grijs tinten gebruik je erin. Ja, dat associëren mensen vaak direct met somber. Dat was niet mijn intentie. Maar ik ben wel een liefhebber van zwart-wit. En hoe is het verhaal tot stand gekomen? Ben je gewoon, heb je eerst een script geschreven of ben je gelijk gaan tekenen? Hoe doe je er zoiets? Dat ging een beetje organisch, een beetje scène voor scène. De figuren, daar speelde ik al langer mee. Uh-huh. Dat is vrij spontaan eigenlijk. Half improvisatie, eigenlijk vooral improvisatie. Maar ook wel uitgedacht. Ja. Along the way, zeg maar. Want het is natuurlijk een tekstloze strip. Ja. Dat vereist nogal wat van een tekenaar eigenlijk. Want je kunt niet terugvallen op dialoog om dingen uit te leggen. Dus hoe heb je dat aangepakt? Ja, hangt er maar net van af wat voor verhaal je wilt vertellen. Het is ook dat. Zo kwam het toevallig uit dat dit tekstloos was. Ja. Dus of dat lastiger is of minder lastig, dat is puur persoonlijk en afhankelijk van het verhaal, denk ik. En hoe zat het bij jou? Ja, voor dit verhaal, dat was tekstloos. Dus ja. Dat was ook gewoon passend erbij. En dat ging als vanzelf. En hoe ben je bij een uitgever terechtgekomen? Dat willen mensen altijd heel graag weten. Want het is toch bijzonder om te debuteren. Ja. Ik was, moet ik even terugdenken. Ik was begin vorig jaar afgestudeerd. En uit
daarna had ik een beetje eigenlijk uit verveling een paar één tekening gemaakt. En daarna had ik een vervolgtekening erop gemaakt. En toen dacht ik, nou, dat lijkt wel op een strippagina. En toen had ik er een stuk of 4. Ja. En dat hoorde ik altijd, was het aantal wat je naar een uitgever toe moest sturen. Zodat ze konden peilen of het een beetje oké was. En dat had ik naar Ballon Media toegestuurd. Eerder meer als grap, ik was nieuwsgierig hoe ze zouden reageren. Maar gelukkig heel positief eigenlijk. En nou, toen ging het balletje rollen. Ja, zo eigenlijk. Dus best ja. wel heel relaxed. Ja, ja. Wat wordt je volgende project? Ben je iemand die één strip maakt en dan weer wat anders gaat doen? Of denk je, nou, ik vond het wel tof om een strip te maken? Nou, ik hoop er wel mee door te gaan. Dus ik ben nu al bezig plannen van een nieuw verhaal. Figuren heb ik al in mijn hoofd zitten. Het verhaal begint langzaam vorm te krijgen. Dus in gedachten is de basis, denk ik.